Een man die een pan op het vuur had staan is woensdagmiddag gewond geraakt nadat hij in slaap was gevallen. De hulpdiensten die kwamen massaal ter plaatse om de gewonde man te helpen. De politie heeft een raam eruit geslagen om toegang te krijgen tot de woning. De brandweer heeft een nakontrole gedaan, maar van de brand was geen sprake meer. De man is door een ladderwagen naar beneden gehaald en is per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis.